De Eerste Wereldoorlog. Deze eerste totale oorlog begon op 28 juli 1914 en eindigde ruim vier jaar later met de wapenstilstand op 11 november 1918 om 11 uur in de ochtend. In vele opzichten was de Eerste Wereldoorlog een bijzondere, aangrijpende oorlog. De Eerste Totale Oorlog. Het draaide niet alleen meer om de legers van de strijdende partijen, dat vechtende gedeelte was slechts een aspect. Van iets veel groters, namelijk de totale inspanning van de betrokken landen bij het leveren van de strijd. De economie, en dan nou vooral de industrie, werd helemaal ingezet voor de oorlog, voor de productie van wapens en munitie. De oorlog was voelbaar tot in alle uithoeken van de samenleving. Ze vergde alles van de landen en haar bevolking. Niemand kon zich aan de gevolgen ervan onttrekken. Op 4 augustus 1914, een dag na de Duitse oorlogsverklaring aan Frankrijk, valt Duitsland België binnen. Als reactie daarop verklaart Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland. Groot-Brittannië had de neutraliteit van België gegarandeerd in het verdrag van Londen van 1839. En toen Duitsland deze neutraliteit schond, liet het Groot-Brittannië geen andere keuze dan de oorlog te verklaren aan Duitsland. In 1894 hadden Frankrijk en Rusland een bondgenootschap gesloten met elkaar. Duitsland had daardoor te maken met een vijandelijke grootmacht in het oosten en in het westen. Zoals we in de eerdere video hebben gezien is een onderdeel van de oorlogsvoorbereidingen eind 19e, begin 20e eeuw het maken van oorlogsplannen. En ook Duitsland had een plan gemaakt mocht er tot een oorlog komen. Het von plan, ook wel Slievenplan genoemd, genoemd naar de meneer die we hier op de dia zien, Alfred Graf von Slieven, was al in 1905 bedacht. In die tijd was er dus al rekening gehouden met een toekomstige oorlog die Duitsland hoopte winnend af te sluiten. Daarvoor moest Frankrijk binnen zes weken verslagen worden door de Duitse legers. De Duitsers dachten namelijk dat Rusland er zo lang over zou doen om volledig te mobiliseren. Als Frankrijk verslagen was binnen die zes weken, konden al deze troepen zich naar het oostfront verplaatsen om tegen Rusland te vechten. Het doel was dus om binnen zes weken Frankrijk te verslaan. De Duitsers hadden het plan gemaakt om door België naar het westen te trekken en vervolgens naar het zuiden af te zwakken. Zo zouden de Franse troepen verrast worden, vanuit de rug aangevallen worden en zou Parijs makkelijk veroverd kunnen worden. Het liep anders. In de praktijk mobiliseerden de Russen veel sneller dan de Duitsers hadden verwacht. Hierdoor moesten er Duitse divisies naar het oostfront en waren er minder troepen beschikbaar aan het westfront om de aanval tot een snel einde te brengen. Door enkele wijzigingen met divisies werd de rechte vleugel van de Duitse legermacht verzwakt. Deze vleugel was juist belangrijk omdat van hen werd verwacht dat zij in een hoog tempo westwaarts door België zouden trekken en daarnaast was de tegenstand waardoor de Duitse, waar de Duitse soldaten mee te maken kregen in België vele malen groter dan verwacht. Hierdoor liep de aanval cruciale vertraging op. Het uiteindelijke doel werd niet bereikt. De Duitse troepen kwamen boven Parijs uit, dat wil zeggen ten noorden van Parijs. De Duitse opmars zou in de week daarna definitief gestopt worden. Van 5 tot 12 september 1914 vindt de eerste slag aan de Marne plaats. Engelse en Franse troepen vechten tegen de Duitsers en weten uiteindelijk definitief de Duitse opmars richting Parijs te stoppen. Tussen 6 en 8 september wisten de Fransen en de Engelsen het tijd te keren. Daarbij geholpen. Door 6000 reservetroepen die vanuit Parijs in taxi's, bussen en vrachtwagens naar het front werden gebracht. Inmiddels staat het vervoer met de taxi's en andere voertuigen bekend als het wonder van de Marne. De Duitse opmars werd dus gestopt, maar wel tegen een hoge prijs voor de betrokken landen. Tijdens deze slag, die ongeveer een week duurde, sneuvelden circa een half miljoen soldaten. De slag aan de Marne heeft ook tot gevolg dat de legers zich gaan ingraven. In plaats van de snelle bewegingsoorlog, ook wel blitzkrieg genoemd, verandert de oorlog in een zogenoemde zitskrieg. Letterlijk vertaald, zittende oorlog. Aan het westfront ontstond een padstelling. De padstelling zorgde ervoor dat de geïmproviseerde loopgraven snel werden uitgebreid en binnen enkele weken lag er een loopgravenlinie vanaf de westhoek van België tot aan de Zwitserse grens. Zo'n 760 km loopgraaf totaal in verschillende temperatuur- en landschapsverschillen zorgde voor diverse typen loopgraven en vestigingen. Gedurende vier jaar lang zouden de frontlinies aan het westfront nauwelijks veranderen. Op deze dia zie je hoe op papier een loopgravenstelsel eruit zou moeten zien. Wat opvalt is dat het allemaal erg netjes en geordend is op papier. De loopgraven op papier zien er symmetrisch uit en de verdediging is goed georganiseerd. Aan de linkerkant zien we een Franse soldaat, ook wel een poilu genoemd. Behalve een geweer zie je dat de soldaten nog een hoop meer bij zich hadden. Zo hadden ze een extra paar schoenen, een schep, een deken en een pannetje om af en toe mee te koken. Verder nog wat persoonlijke spullen en spullen om te overleven. Misschien vraag je je dan ook al af hoe het leven van soldaten in de loopgraven was. Laten we eens gaan kijken. De praktijk was ook hier anders dan op papier. De loopgraven moesten in rap tempo en onder barre omstandigheden aangelegd worden en dat had tot gevolg dat vele kilometers loopgraaf er niet uitkwamen te zien zoals op papier stond. Kijk maar naar het plaatje rechtsboven. Het leven in de loopgraven was zwaar voor soldaten. Met name het leven in de voorste loopgraaf was zwaar en gevaarlijk voor de soldaten. Er was altijd kans op vijandelijke aanvallen. De jonge man die we hier zien op de dia is Erich Paul Remarque. Schrijversnaam: Erich Maria Remarque. In juni 1917 werd Remarque aan het Westfront ingezet. Zijn oorlogsroman In Westen Nicht Neues, die hij schreef in 1928-1929, werd een groot succes. In dit boek beschrijft hij onder andere het leven in de loopgraven. Een veel voorkomend probleem in de loopgraven in Noord-Frankrijk en België was dat deze onderliepen. Grondwater en vele regenval maakten het dat loopgraven vaak onderliepen en soldaten tot aan hun knieën in het water stonden. Zoals op de vorige dia gezegd, was het leven voor de soldaten in de loopgraven gevaarlijk. Er was geen zekerheid en dat beschrijft ook Remarque in deze passage die je ziet op de dia. Soldaten konden in de loopgraven eigenlijk alleen afwachten wat er ging gebeuren. Het toeval besliste en het was de enige zekerheid die de soldaten hadden. Die zekerheid van het toeval, of eigenlijk onzekerheid van alles, maakte dat de soldaten ook onverschillig werden. Dat beschrijft Remark op deze dia. Elke soldaat vertrouwt alleen op het toeval dat er is. Meer hebben ze eenmaal niet. De omstandigheden maken het ook niet veel beter voor de soldaten. De loopgraven waren vaak maar deels af en stonden geregeld dus onder water. Daarnaast was het altijd het gevaar van artilleriebeschieting of een aanval van de tegenstander. Tijd om te rusten. Was er nauwelijks. En als soldaten aan het front rust hadden, dan was dat in slechte omstandigheden, zoals te zien op de afbeeldingen op deze dia. Kijk maar goed. Soldaten waren overgeleverd aan toeval en dat maakte het dat zij ook in de overlevingsmodus moesten. De zware omstandigheden en de overlevingsmodus zorgden dat de strijd brutaliseerde. Naast alle nieuwe wapens, waar we later in deze video nog op terug zullen komen. Werden alledaagse voorwerpen ingezet als wapen? Zo blijkt ook uit deze passage van Remarque, waarin hij beschrijft dat een pionierschop, links op de dia weergegeven, gebruikt werd als wapen om op de tegenstander in te slaan of in te hakken op een gruwelijke manier, die vaak effectiever was dan een bayonet. De inzet van nieuwe wapens was groot in de Eerste Wereldoorlog, maar in de loopgraven kwam het geregeld tot man-tot-man tot man gevechten. Hierbij werd dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de pionierschop, maar ook zogenoemde tranceclubs. Zo'n transclub zie je rechts op de dia, een metalen staaf met een grote moer aan de kop van de staaf. De Eerste Wereldoorlog wordt regelmatig de Eerste Moderne Oorlog genoemd en op vele vlakken klopt deze bewering ook. Wat we echter zien is ook het voeren van de strijd zoals het in de tijd van jagersverzamelaars nog gebeurde. Mensen die op elkaar inslaan met een knuppel. Tot de dood volgt. Dit fenomeen en het gebruik van alle nieuwe wapens, die voor enorme aantallen slachtoffers zorgen, laten de vraag rijzen of de Europeanen dan daadwerkelijk zo superieur waren aan de andere volkeren en of dat vooruitgangsgeloof, wat in de 19e eeuw opgekomen was, waarbij men dacht dat alles beter zou worden, wel klopte. Men ging aan dat vooruitgangsgeloof gedurende de Eerste Wereldoorlog en de periode daarna. Steeds meer twijfelen. Een andere bron die het leven in de loopgraven beschrijft, komt van deze jonge man die we hier zien op de dia, Ernst Junger. Hoewel ook hij geen rooskleurig beeld geeft van de oorlog, beschrijft hij de oorlog anders dan dat we hebben gezien op de voorgaande dia's bij Remarque. Ernst Junger spreekt over de oorlog als een roes die over de jeugdige generatie was gekomen. Misschien kan je je nog herinneren dat veel jongeren, met name jonge mannen, de tijd voor de oorlog als een saaie tijd beleefden, waar maar weinig spannend gebeurde en weinig spannende ontwikkelingen plaatsvonden. Het enthousiasme onder deze jonge mannen was dan ook groot toen de oorlog uitbrak. Het enthousiasme van de augustusdagen. Jonger beschrijft ook in zijn boek het kameraadschap en vriendschappen die ontstaan tijdens de oorlog. Soldaten... Waren redelijk op zichzelf en medesoldaten aangewezen en hadden weinig tot geen contact met het thuisfront. Dit zorgde voor sterke vriendschappelijke banden onder de frontsoldaten. Hoe meer de soldaten met elkaar meemaakten, hoe sterker de band vaak onderling werd. Jonge beschrijft in deze passage van zijn boek hoe het was aan het front tijdens de slijppatrouille: jager en wild tegelijk. Als soldaat ben je op jacht naar de vijand en probeer je om de vijand te vinden en te doden. Maar de vijand die doet natuurlijk precies hetzelfde, waardoor je direct ook het wild bent en opgejaagd wordt. Het is letterlijk doden of gedood worden. Ook hier ben je volledig van toeval afhankelijk, zoals Remarque beschrijft in zijn boek In Westen nicht Nooijens. Het leven in de loopgraven was zwaar, onzekerheid heerste. De leefomstandigheden waren slecht en ook de hygiëne was ver te zoeken. Toiletten en douches waren er niet, dus wassen en uh, de behoeftes doen werd vaak in de buitenlucht gedaan, zonder opgeruimd te worden. De weersomstandigheden waren ook allesbehalve gunstig. Noord-Frankrijk en België kent grotendeels hetzelfde klimaat dan Nederland. Dus veel regen, kou en wind maakten de situatie er ook al niet beter op. Loopgraven liepen onder en soldaten stonden regelmatig tot aan hun knieën in het water. Ratten, luizen en andere ongedierte was in grote getalen aanwezig en kropen of zwommen tussen de soldaten door. Gesneuvelde soldaten, waar vaak geen tijd voor was om ze te begraven of weg te halen, lagen ook nog in de loopgraven of in het niemandsland. En Jonger beschrijft in deze passage dat de lijkengeur sterk aanwezig was in het gebied. Die lucht in combinatie met de lucht van springstof en vuur hoorde volgens jongeren bij die plek. Dat was de geur van oorlog en zorgde voor veel soldaten voor een bijna helderziende opwinding, zoals alleen de onmiddellijke nabijheid van de dood weet op te wekken. In de Eerste Wereldoorlog werden allerlei nieuwe wapens ingezet. De Tweede Industriële Revolutie had een enorme lading nieuwe wapens voortgebracht, die de Eerste Wereldoorlog voor het eerst ingezet werden. Voorbeelden van die wapens zijn tanks, vliegtuigen, machinegeweren, vlammenwerpers en gifgas. Ook gemotoriseerde voertuigen en duikboten deden hun intrede tijdens deze oorlog. De eerste tanks die gebruikt werden, zagen er nog niet zo uit zoals we tanks nu kennen. Ze waren nog volop in ontwikkeling. Laten we even kijken naar een filmpje van gebruikte tanks uit de Eerste Wereldoorlog. Je ziet dat deze tanks bij lange na niet zo snel en krachtig zijn als latere tanks die je misschien kent uit films of bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, als we het dan over het echte leven hebben. Het effect van tanks in de Eerste Wereldoorlog is dan ook niet heel erg groot. Met de komst van vliegtuigen kwam er ook een nieuw gevechtsveld, namelijk de lucht. Vliegtuigen werden veelal ingezet voor verkenning en een vroeg soort spionage, maar tegen het eind van de oorlog in 1917-1918. Werden vliegtuigen steeds vaker ingezet om elkaar te bestrijden in de lucht? De man rechts op de dia, Manfred von Richthoven, ook wel de rode baron genoemd vanwege zijn rode vliegtuig, was de beste piloot die Duitsland had. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor het neerhalen van meer dan 80 vijandelijke vliegtuigen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat leverde hem nog een bijnaam op, die in het Nederlands luidt de Aas der Azen. Een ander nieuw wapen dat zijn intrede deed tijdens de Eerste Wereldoorlog was gifgas. Zoals je ziet op de dia zijn er verschillende soorten gifgas. Op 22 april 1915 zijn het de Duitsers die voor het eerst gifgas inzetten bij Ypres. Een enorme wolk steeg op en de geallieerden wisten niet wat hen overkwam. Gasmaskers waren er op dat moment nog niet, dus soldaten konden niets doen of nauwelijks iets doen om zichzelf te beschermen tegen de gasaanval. Een nat gemaakte doek met water of urine hielp enigszins, maar schermde bijvoorbeeld ogen niet af en had dus weinig effect. Hoewel gifgas een product was dat in de eerste wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd, was het niet effectief of bruikbaar. Men was afhankelijk van de wind en al rap na de eerste gifgasaanvallen werden de eerste gasmaskers ontwikkeld waardoor soldaten beschermd waren tegen gifgasaanvallen. Buiten dat blijft het natuurlijk een gruwelijke manier om een wapen in te zetten. Toch hadden gifgasaanvallen wel degelijk zin, al was het maar voor het inboezemen van angst bij de vijand. Wilfred Owen beschrijft in deze passage op de dia een ervaring van een gasaanval. Lees maar even mee. Gas, gas, jongens vlug. Een extase van tasten, net op tijd de onhandige gasmaskers opgezet. Maar iemand gilde het nog uit, spatelde en struikelde als een man in het vuur of een kalkbed. Vaag door het beslagen glas het dikke groene licht, als onder een groene zee, zag ik hem verdrinken. In al mijn dromen zie ik hem, voor mijn hulpeloze blik op mij afduiken, gorgelen, slikken, verdrinken. Gifgas had niet alleen fysieke gevolgen voor soldaten, zonder of een weinig effectief gasmasker, maar ook mentale en vaak traumatische gevolgen voor soldaten die een gifgasaanval hadden meegemaakt en overleefd, angst en paniek overheersten. Zo heeft een gifgasaanval eruit gezien. Dit is een luchtfoto van een gifgasaanval bij de Somme. Over een breedte van enkele kilometers werden de gastanks opengezet bij gunstige wind en zo ontstond een kilometers brede, tientallen meters hoge wolk, van gas die langzaam op de loopgraaf van de tegenstander afging. Een huiveringwekkend beeld als dat op je afkomt. Rechtsonder zie je hoe de gasflessen vaak ver onder de grond gestopt werden en afgeschermd werden met zandzakken. Dit om een eventuele ontploffing van een gasfles te voorkomen als er een vijandelijke granaat of bom af zou gaan in de loopgraaf. Dijkboten hebben een belangrijke rol gespeeld in de Eerste Wereldoorlog. Op 1 februari 1917 kondigde Duitsland in een nota aan dat het over zou gaan tot het invoeren van de onbeperkte duikbotenoorlog. Ze zou met onmiddellijke ingang het vervoer van grondstoffen en ander materiaal van en naar Engeland, Frankrijk, Italië en het oostelijk deel van de Middellandse Zee met alle middelen trachten te voorkomen. Duitsland gebruikte duikboten om geallieerde handel en oorlogsschepen aan te vallen, om zo te voorkomen. ...dat er toevoer van goederen was vanuit de koloniën of andere landen in de wereld naar Groot-Brittannië en Frankrijk. Nadat de Engelsen hun handelsschepen in konvooien laten varen, begeleid door gewapende oorlogsschepen... ...zie je dat het effect van duikbotenaanvallen afneemt. Kijk maar naar de grafiek. Ook Amerikaanse schepen, of schepen waar Amerikaanse burgers op zaten, waren het doelwit geworden van de Duitse duikboten. De afkondiging... ...van de onbeperkte duikbotenoorlog was voor de VS één van de redenen om deel te nemen... ...aan de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de geallieerden. Een tweede reden voor de Amerikanen, of eigenlijk de druppel die de MRD overlopen... ...was het Zimmerman-telegram van 16 januari 1917. Twee weken voor de afkondiging van de onbeperkte duikbotenoorlog dus. De Britten waren erin geslaagd een geheim telegram van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Zimmerman... Aan de Duitse ambassadeur in Mexico te onderscheppen en te ontcijferen. Alle berichten waren immers in codetaal. In dit telegram droeg de Duitse minister Zimmerman de ambassadeur of de Mexicaanse president te informeren over de aanstaande onbeperkte duikbotenoorlog en de verwachting dat de geallieerden daarbij binnen zes maanden verslagen zouden zijn. Als dit Amerika in de oorlog zou brengen, bood Duitsland. In ruil voor een bondgenootschap tegen Amerika en deelname aan de oorlog, Mexico financiële steun en later teruggave aan van de door Mexi Amerikanen in bezit genomen gebieden in New Mexico, Texas en Arizona. De Mexicanen moeten er dus voor zorgen dat de Verenigde Staten buiten het conflict blijven, althans buiten Europa blijft. Het is duidelijk dat de Britten met dit telegram een potentiële bom in handen hadden gekregen en. Niet zouden aarzelen die tot ontploffing te brengen. Spreekwoordelijk gezien dan. Ze haasten zich dan ook, ook een en ander aan de Amerikaanse regering door te spelen. En dit was de bekende druppel die de Emma deed overlopen. Op 28 februari 1917 publiceerde de Amerikaanse pers het gedecodeerde telegram. En de Amerikaanse bevolking is nu voor de oorlog. Voor, deelnaam, voor deelname aan de oorlog. Aan de zijde van de geallieerden. Op 2 april 1917 houdt president Woodrow Wilson een speech voor het Huis van Afgevaardigden en volgt de Amerikaanse oorlogsverklaring aan de Duitsers. De Amerikanen waren tot april 1917 neutraal geweest in de oorlog. Maar dat betekende niet dat de oorlog in het land niet leefde of dat zij er geen gevolgen van ondervonden. Op 7 mei 1915 raakte een Duitse torpedo bij de zuidkust van Ierland het Britse passagiersschip Lucy. Lusitiana. Ruim 1100 passagiers overleden, waaronder 128 Amerikanen. In Amerika keerde de publieke opinie zich tegen Duitsland en drong de roep om actief deel te gaan nemen aan de oorlog aan. President Wilson zag er niks in op dat moment. Op 8 januari 1917, een kleine twee maanden voor de Amerikaanse oorlogsverklaring, presenteerde Wilson zijn plan van vrede zonder overwinnaars. De vrede zou gebaseerd zijn op veertien punten. Vijf van de veertien punten staan hier op deze dia weergegeven. Principes van gelijkheid tussen de naties, een vrije zee en handel, ontwapening en een internationale vredesorganisatie in de vorm van een volkenbond waren volgens Wilson belangrijke uitgangspunten. Een vrede zonder overwinnaars was noodzakelijk volgens Wilson om een duurzame, langdurige vrede te behouden. Een vrede met overwinnaars zou leiden tot wraakgevoelens bij de verliezers, wat een motivatie zou kunnen zijn om een nieuw conflict te starten. Denk bijvoorbeeld ook aan de oorlog van 1870-1871, waarbij de Duitsers weten te winnen van de Fransen en het Duitse Keizerrijk stichten en de Fransen achterlaten met ja, gevoelens van vernedering die omgezet worden in gevoelens van revanche en wraak. Eerder in deze video hebben we al gekeken naar het Westfront. De Duitsers wilden binnen zes weken met Frankrijk afrekenen om zo de aanval in het oosten vanuit Rusland op te kunnen vangen. Er werd in het vanuit vanuitgegaan dat de Russen zes weken nodig hadden om te mobiliseren. Dat liep anders. De Russen waren veel eerder gevechtsklaar en in beweging. Tussen 26 augustus en 30 augustus 1914 vond de slag bij de Tannenberg plaats in Oost-Duitsland. Als je goed naar die data kijkt, dan zie je dat dit iets meer dan drie weken is na de reeks van oorlogsverklaringen en de start van de oorlog. De Russen waren dus veel sneller gemobiliseerd dan de Duitsers hadden gedacht. De man die je op de dia ziet is Paul van Hindenburg. Deze man heeft een belangrijke rol gespeeld voor het leger aan het oostfront en later een belangrijke rol gespeeld voor het gehele Duitse leger. Hij was verantwoordelijk op dat moment voor de Duitse troepen aan het oostfront tijdens de slag bij de Tannenberg. En door slimme tactiek en een overmacht aan vuurkracht wisten de Duitsers de Russische opmars te stoppen. Dit is bijzonder omdat het voor het eerst in de geschiedenis zo was dat vuurkracht won van mankracht. De Duitsers waren numeriek in de minderheid qua soldaten, maar omdat zij moderner eh, of een moderner arsenaal aan wapens hadden, wisten de Duitsers toch te winnen. En de Russen terug te dringen. De rol van de Tweede Industriële Revolutie en de Industriële Revolutie in het algemeen is hier dus bepalend geweest bij deze slag. Rusland was minder ver geïndustrialiseerd dan Duitsland en verloor daardoor deze slag en de opmars werd gestopt aan het Oostfront. In de maanden daarna nemen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije het initiatief over aan het Oostfront. Ze weten tijdens het zomeroffensief van 1915 terrein te winnen. Kijk maar naar de kaart rechts op de dia. Dit zorgt ervoor dat tsaar Nicolaas II, de leider van het Russische keizerrijk, zelf het opperbevel overneemt op het slagveld. Dit betekent dat hij zijn politieke taken niet uit kan voeren en hij draagt die over aan zijn vrouw. Dit lag gevoelig bij de Russische bevolking omdat zijn vrouw van origine Duits was, de vijand dus. Ook kon Nikolaas II nu niemand meer de schuld geven wanneer het slecht ging met de resultaten van het Russische leger. Hij was tenslotte opperbevelhebber aan het slagveld en dus eindverantwoordelijk voor de beslissingen. Deze twee punten maken het dat hij steeds impopulairder werd bij het Russische volk. We maken een klein sprongetje in de tijd naar 1917. De oorlog verloopt niet goed voor Rusland. Er is grote onvrede in het land en dit loopt uit tot de revolutie. In februari begint de revolutie en dat leidt ertoe dat de tsaar wordt afgezet. Nicolaas II is niet langer de leider van het Russische keizerrijk. Rusland is niet eens meer een keizerrijk op dat moment. Er wordt een voorlopige regering gevormd, maar in oktober zijn het de communisten onder leiding van Vladimir Lenin, rechts op de dia gegeven die de macht grijpen in Rusland. De communisten willen niet langer oorlog voeren met Duitsland. Zij willen zich namelijk focussen op het binnenland en het oprichten van een communistische staat. En een oorlog met buitenlandse mogendheden past niet in het plaatje van de communisten. Deze communisten gaan om tafel zitten met Duitsland en op 3 maart 1918 wordt er een vredesakkoord bereikt. De vrede van Brest-Litovsk. De Russen doen niet meer mee in de Eerste Wereldoorlog. 1917 is dus een belangrijk jaar in de Eerste Wereldoorlog. Aan de ene kant zien we dat de VS toetreedt tot de Eerste Wereldoorlog in april 1917. Aan de andere kant zien we dat de Russen zich steeds meer bezig gaan houden in het eigen land. De Russische revolutie breekt uit, wat leidt tot de vorming van een voorlopige regering. De communisten nemen in oktober de macht over en daarop volgt een wapenstilstand in december van 1917 tussen Duitsland en Rusland. Op 3 maart 1918 volgt een definitief vredesakkoord tussen de beide landen. Dit vredesverdrag lijkt gunstig uit te pakken voor Duitsland. Er is eh, immers niet langer een oostfront en Duitsland vecht dus niet langer op twee fronten. Alle troepen zouden nu westwaarts kunnen trekken om in te zetten in België en Noord-Frankrijk en daar een doorbraak te forceren. Om zo de oorlog toch nog te winnen. De Duitse generaal Erich Ludendorff zie je hier op de dia weergegeven. Hij was de man die een laatste offensief voorbereidde in het voorjaar van 1918. Dit offensief moest dan plaats gaan vinden eind februari, begin maart 1918, voordat de Amerikanen op grote schaal in Europa aankwamen. Als de Duitsers in de aanval zouden gaan op dat moment, dan kon er nog een overwinning uit voortkomen voordat de Amerikanen zich op grote schaal. Zou mengen in de oorlog? Je moet nagaan dat op 2 april 1917 de oorlog wordt verklaard vanuit de Verenigde Staten naar Duitsland toe, maar dat het natuurlijk lang duurt voor de Amerikanen om te mobiliseren en om de Atlantische Oceaan over te steken. Er was dus haast geboden om het offensief in het Westen te starten. Het offensief begon uiteindelijk op 21 maart 1918 en bestond uit vier golven. Op de dia zie je de namen die gegeven werden aan de verschillende aanvallen. Op 21 maart begint dus het eerste offensief, het zogenoemde Michaels-offensief. Op 9 april het tweede offensief, het Georgette-offensief. Het derde offensief, het Bluger-offensief, begon op 27 mei. En het laatste. Offensief wat de Duitsers uh, voerden, begon op 9 juni 1918, het Kneisenau-offensief. Het laatste begon dus op 9 juni, maar het kwam niet tot een Duitse doorbraak aan het Westfront. Intussen landden steeds meer Amerikanen in Europa. Met de komst van de Amerikanen namen de geallieerden het initiatief op het slagveld in het Westen van Europa weer over. Op 18 juli begint het zogenoemde 100 dagen offensief van de geallieerden. En in de tijdlijn op de dia zie je een aantal belangrijke gebeurtenissen uit de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog. Op 18 juli begint dus het 100 dagen offensief van de geallieerden. Op 29 september wordt een belangrijke Duitse linie, de Hindenburglinie, die genoemd is naar Veldmaarschalk Paul van Hindenburg, die we een paar dia's geleden al uh, zagen, die linie die naar hem vernoemd wordt, die wordt doorbroken. Op 26 oktober neemt generaal Erich Ludendorff ontslag. Hindenburg, andere veldmaarschalk, die blijft zitten. Op 31 oktober breekt de revolutie uit in Wenen en Boedapest. In Oostenrijk-Hongarije dus. De oorlog werd niet langer gesteund door een groot deel van de bevolking. Op 3 november was er muiterij in Duitsland. Soldaten wilden niet langer vechten. Ze zagen het somber in. De twee belangrijkste data die hier misschien wel staan op de dia zijn 9 en 11 november. Op 9 november 1918 wordt keizer Wilhelm II, de leider van Duitsland, afgezet en de republiek wordt uitgeroepen in Berlijn. Keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland. Twee dagen later, op 11 november 1918, wordt de wapenstilstand getekend door de nieuwe regering van Duitsland en de geallieerden in Compiègne. De Eerste Wereldoorlog was afgelopen. De oorlog duurde veel langer dan de Europese landen in 1914 hadden verwacht. Zoals in het begin van deze video al gezegd, hadden de landen verwacht dat de oorlog slechts enkele maanden zou duren. Na het vastlopen van het Duitse offensief aan het Westfront liep dit totaal anders. Het werd een slopende, slepende oorlog die jaren duurde. Dit betekende ook. Dat de oorlog veel duurder was dan men had verwacht en naarmate de oorlog vorderde moesten landen op zoek naar inkomsten om de oorlog te kunnen blijven bekostigen. Zomaar geld bijdrukken is geen optie, want dit leidt tot inflatie en ook konden belastingen in tijden van oorlog niet zomaar verhoogd worden. Burgers hadden het immers al erg zwaar en leden onder de oorlog. Vergeet niet dat dit de eerste totale oorlog was, waarbij ook de burgerbevolking zwaar te lijden had onder de oorlog. Verhoging van belasting zou kunnen leiden tot nog groter onvrede onder de inwoners van een land. En de mogelijkheid bestond dat burgers zich dan tegen de oorlog zouden keren. En er misschien wel een revolutie zou kunnen ontstaan. Dan rijst de vraag: hoe kom je als overheid dan aan geld om de oorlog te financieren? Allereerst werden er buitenlandse leningen afgesloten. Groot-Brittannië en Frankrijk leden miljoenen dollars van de Amerikanen om de oorlog te kunnen blijven bekostigen. Het gevolg was dat de VS crediteur werd en Europa debiteur. Denk aan de dia met de zeven gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, waar we in de eerste video mee zijn begonnen. Van crediteur naar debiteur. Daarnaast, dus naast de buitenlandse leningen, deden landen toch een beroep op hun burgers, maar niet. In de vorm van belastingverhoging. Dit in de vorm van de zogenoemde war loans, of oorlogsleningen. De overheid vroeg de burgers om hun spaargeld tijdelijk aan de overheid te lenen, zodat de oorlog gefinancierd kon blijven worden. Na afloop van de oorlog werden deze leningen dan terugbetaald met rente. Zo kreeg de burger ook nog iets uh, terug. En verdiende er dus eigenlijk aan. Deze warloans loan, of oorlogsleningen bleken een effectief middel te zijn, maar overheden speelden wel een gevaarlijk spel op deze manier. Om de burgers terug te kunnen betalen, moest de oorlog namelijk wel gewonnen worden. Op deze dia zien we een overzicht van wat de landen hebben uitgegeven en hoeveel soldaten dat er gemobiliseerd zijn ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Als we kijken naar het totaal van de geallieerden, wat zij gespendeerd hebben in dollars, in miljarden dollars. Dan zien we daar 58,3 miljard dollar staan. Dat is dus het totaal van alle geallieerde landen bij elkaar. 42,7 miljoen soldaten werden gemobiliseerd door de geallieerde machten bij elkaar. Wanneer we dan kijken naar de centrale machten, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk, dan zien we dat zij 24,7 miljard dollar hebben uitgegeven aan de oorlog. En 25,1 miljoen soldaten hebben gemobiliseerd. Gekeken naar de financiën hebben de geallieerden dus ruim twee keer zoveel uitgegeven aan de oorlog. En ook in het aantal gemobiliseerde soldaten ligt vele, vele malen hoger dan dat wat de centrale machten hebben gemobiliseerd. Je kunt dus eigenlijk stellen op basis van deze cijfers dat het best wel knap is dat de Duitsers en bondgenoten het vier jaar hebben volgehouden. Informatie over het verloop van de oorlog werd zwaar gecensureerd, zodat de thuisfront niet gedemotiveerd raakte en de oorlog bleef steunen. Daarnaast werden thuisblijvers gemotiveerd via propaganda. Propaganda is een soort communicatie die als doel heeft om het gedrag of de houding van een gemeenschap te beïnvloeden in de richting van de eigen positie of stellingname. Het beheerst de media en wordt door de uitgever. Vaak voor langere perioden herhaald. Propaganda wordt gebruikt om de negatieve of positieve kanten van een idee, persoon of wetgeving te benadrukken. Je kan er dus voor kiezen om uh, een eigen boodschap kracht bij te zetten of juist de boodschap van de tegenstander uh, of de boodschap die de tegenstander uh, verspreidt zwart te maken. Als je een, een stukje terugspoelt naar de dia's over de oorlogsledingen, dan zie je enkele voorbeelden van propaganda met betrekking tot het investeren in de oorlog. Ook op deze dia zien we een vorm van propaganda. Het is een pamflet met vier hoofden erop en de vraag: Wie blijft zeker? in het Duits. Dat wil dus zeggen dat dit Duitse propaganda is. Wanneer men dat papier op de juiste manier fout. Dan komt het hoofd van de Duitse keizer in beeld, Wilhelm II. Hiermee wil men zeggen dat van alle landen uiteindelijk Duitsland zal winnen en de Duitse keizer zal zegevieren. De Duitsers zetten hun eigen idee of overtuiging hierbij uh, kracht bij. Ook dit is een propagandaposter vanuit de Duitse kant. De vriendschap met Oostenrijk. Wordt hier uh, nog een keer uh, benadrukt. En zij zijn samen bezig om ja, een man die een hoofd heeft, uh, of hè, het hoofd van die man is een wereldbol, om die te scheren. Onder de tekst staat: eerst die ene zijde, broeder Oostenrijk, Zeef doe man die andere inswissing in. Dus eerst deze kant, broeder Oostenrijk, maar begin jij maar vast met de andere kant. Hiermee willen ze eigenlijk zeggen dat Duitsland eerst. Het Westfront van Europa aan gaat vallen en daarmee bezig gaan. Maar dat Oostenrijk-Hongarije zich alvast moet klaarmaken. en alvast bezig moet gaan met de oorlog in het Oostfront. Zij moeten dus alvast beginnen, maar dit is met name een boodschap eh, die verbondenheid en het bondgenootschap nog een keer benadrukt. De wapenstilstand van 11 november 1918 werd uiteindelijk eh, getekend in een bos bij Compiègne in Frankrijk. De man die je hier ziet, veldmaarschalk Ferdinand Foch, was namens de Fransen de hoogste functionaris die aanwezig was. De wapenstilstand werd getekend in een treinwagon, die je ziet op het kaartje rechts onderin. Het kaartje rechts onderin ja, staat souvenir, maar dat is natuurlijk ter nagedachtenis aan de treinwagon waar het geweld van de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk eindigde. De Eerste Wereldoorlog. Was de eerste totale oorlog in de geschiedenis van de mensheid, met miljoenen dodelijke slachtoffers. Honderdduizenden soldaten kwamen getraumatiseerd of verminkt terug van het slagveld en de gevolgen waren enorm voor de betrokken landen. De geallieerden wonnen de oorlog, van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, het Ottomaanse Rijk en hun bondgenoten, maar wel tegen een enorme hoge prijs. Ter nagedachtenis aan deze oorlog zijn talloze monumenten gebouwd. En daar zien we er één van op deze dia. Een Frans monument met daarop de tekst: Aan de heroïsche soldaten van Frankrijk, verdedigers van het vaderland en het recht, glorieuze bevrijders van Elsass-Lothringen. Want Elsass-Lothringen, de provincie die in 1871 afgepakt was of ingenomen was door de Duitsers, werd na de Eerste Wereldoorlog weer Frans grondgebied. Ook nu nog, meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog, wordt jaarlijks op 11 november de wapenstilstand van 1918 herinnerd. De Engelsen noemen het Remembrance Day. Het symbool in Groot-Brittannië, maar ook in vele andere landen in de wereld, is de Klaproos. De Klaproos is dus het symbool van de Eerste Wereldoorlog en de nagedachtenis daaraan. Dit was namelijk de eerste bloem die weer ging groeien en bloeien op de plekken aan het westrond. Waar vier jaar lang gevochten was. In de maand november zie je met name in Groot-Brittannië deze bloem veelvuldig terugkomen. In het Engels heet de klaproos een poppy. Genoemd. Veel mensen dragen speldjes van de poppy op hun trui en in de Engelse Premier League spelen spelers een maand lang met een poppy gedrukt op het shirt. Dit is dus ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog. Het is ook van belang dat we dit blijven herinneren en blijven herdenken. Lest we forget, zegt men in Engeland. De gruwelijkheden die toen en in andere oorlogen hebben plaatsgevonden en de soldaten die daarvoor hebben gestreden, mogen niet vergeten worden. We sluiten af met een kort filmpje.